Ja, merci om hier te zijn en niet tijdens je lunch druk te gaan shoppen. Dat is heel fijn. Ik ben Steven van Herke, UX/UI designer bij Initimrail Dolmen. Ja, ik ga het misschien even kort schetsen waarover we het gaan hebben. We hebben het over die innovation canvases, maar ik ga even eerst kort schetsen wie ik ben en wat ik doe. Een kleine inleiding geven over workshops, waarom en hoe over workshops en dan de posters en hoe ze daar kunnen bijdragen. Wie ben ik? Ik ben dus UX/UI designer bij Initimrail Dolmen. Initimrail Dolmen, waarschijnlijk wel een bekende naam. Het is een Belgische speler als deel van een internationaal bedrijf. En wij proberen onze klanten te ontzorgen, zoals dat heet, op alle mogelijke gebieden, digitale gebieden. En we proberen onze klanten ook in een positive digital flow te krijgen. De wereld is continu in verandering. En als bedrijf moet je continu daarmee mee veranderen. En dat is niet eenmalig een softwarepakketje af en toe installeren. Nee, het is een continue verandering. En wij noemen dat een flow. Waarin dat je moet geraken als bedrijf en waar je continu kan mee evolueren. En de voorspeller en de evoluerende markt die je niet weet hoe het morgen zal zijn, terwijl je nog aan het veranderen bent. Nu, wat is UX/UI? Dat zijn hele cryptische termen eigenlijk, niet zo goede termen, maar bon, ze zijn wat ze zijn. UI is ontwerp, dat webdesign kan je het in feite noemen of apps of gelijk wat. Dat is ontwerp, dat is heel tastbaar. UX is iets, is alles wat daarvoor komt. Dat is iets moeilijker misschien om te definiëren. UX is alles van bijvoorbeeld strategie. Hè. Waarvoor gaat een website of een app dienen? Hoe moet hij het bedrijf helpen in het doel dat het bedrijf heeft? Dus ja, dat is een strategische keuze. Je kan de inhoud bepalen. Wat moet erop staan? Hoe gaan we dat structureren? Hoe gaan we het vindbaar maken? Het kan ook een stuk technisch zijn, UX, bijvoorbeeld analytics interpreteren. Om te kijken als je een e-commerce flow hebt, van op een bepaald punt haken mensen af. Waarom? Wat kunnen we daaraan doen? Dat is een deel daarvan. Ja, user journeys, van hoe gaat een gebruiker door een app of door een website? Want dat is natuurlijk niet één pagina, dat is een reis. Dat is een tijdsbeleving, dat weten jullie ook. En als UX'er maak ik ook vaak wireframes. Ik ga er zo dadelijk nog wel tonen. Dat is een schetsmatig als met potlood op papier dat je tekent van hoe kan een website eruit zien en hoe gaat het werken eigenlijk, hè? Van ja, hier heb je een promotie, daar heb je een beeld, daar heb je tekst bijvoorbeeld. Of ja, user testing kan er ook een deel van zijn dat we iets laten testen door users, zien hoe ze reageren en wat daar eventueel moet aan bijgestuurd worden. Dus het is iets heel breed. Je hebt verschillende domeinen. Dat is UX, terwijl dat UI eigenlijk ontwerp is. Simpelweg kan je het stellen dat UI is wat je ziet en UX is hoe het werkt. Ik ga dus enkele voorbeelden geven, maar ik zal beginnen met het hoe en waarom van workshops, hè, waarvoor dat jullie eigenlijk hier ook wel zijn. Waarom een workshop? Een workshop kan een alternatief zijn voor een meeting. Jullie hebben allemaal, ja, ik denk, het zit in heel veel profielen die vaak met eindeloze meetings te maken hebben. Waar dat je eigenlijk bijna verwarrender uitkomt dan je begonnen bent. En workshops kunnen daar een tegenwicht voor zijn. En die posters zijn daar een hulpmiddel voor. Workshops zijn handig als je abstracte problemen visueel wilt maken, hè. Concreet, visueel en overzichtelijk. Als je veel informatie wil verwerken, hè, dat is moeilijk te doen met veel woorden. Maar als je dat uittekent, kan je daar veel beter een zicht op hebben. Zeker als er een journey of een tijdsbeleving in zit. En als je dan het overzicht hebt van het grote overzicht, waar duidelijk de dingen op staan, kan je ook kiezen van ik wil hier een klein deel uitwerken. Dat gaat ook een aantal keer in die posters terugkomen. Dus het duidelijk maken is één ding, het visueel maken is een tweede ding kan zijn, omdat iedereen iets abstract begrijpt, is dat heel handig voor alignering. Je hebt dat misschien zelf al ervaren, zeker bij workshops, maar eigenlijk ook in meetings. Alignering is eigenlijk super, super, super belangrijk. Je kan hele lange discussies hebben waar dat blijkt dat op het einde gewoon twee mensen een licht verschillende visie op de definitie van dingen hebben. En dan is het resultaat van de meeting dat je gewoon aligneerd bent. Dus in workshops beginnen wij eigenlijk altijd met een stuk alignering. Dat lijkt een beetje gek in het begin, van waarom is dat nodig? Iedereen weet dat, maar dat toch,
dan als iedereen in dezelfde richting kijkt, gaan de dingen heel veel sneller vooruit. Een tweede is, als iedereen het grotere plaatje snapt, hè, het visueel maken van de abstracte dingen, kan je, omdat je het overzicht veel beter ziet, ook op een nieuwe manier naar dingen kijken. Je kan nieuwe verbanden zien, je kan beter de flow verstaan. Je ziet ook vaak, hè, de zwakke punten, de gaten, de risico's of eventueel de mogelijkheden. Je kan kiezen waarop dat je gaat werken. En je vermijdt dus eindeloze meetings en je kan veel concreter naar het resultaat werken. Ik zal een paar voorbeelden geven uit concrete projecten. Dit is het Product Vision Board dat we straks nog gaan zien. Is eigenlijk letterlijk deze. Dit was een alignment, wel ja, intern alignment, ik zal het in het Nederlands zeggen. Voor een internationaal bedrijf waar we een grote website, zowel B2B als B2C, voor maken. We zijn daarmee bezig. En we gingen daaraan beginnen en bleek dat het bedrijf niet een andere visie op de doelen had in de verschillende continenten. En daarvoor hebben we een aantal alignment meetings gedaan van wat verwachten jullie, wat is het doel, wie is de doelgroep enzovoort. En die hebben we dan samengelegd. Dus dat was via effectief zo'n canvas en via een workshop. Dus daar kwam eigenlijk wel een centraal doel dan uit. Dat was wel heel nuttig. Een tweede hier is, je ziet hier heel veel content, was een content mapping workshop. Hè. De informatiestructuur van een website samenleggen. Dus wat moet er allemaal op de pagina's komen, op de homepage, dit en dat en dat. En dat is nog vrij duidelijk. Of op een product, wat staat er allemaal in? Maar je kan daar accenten in leggen, je kan daar een structuur in brengen. En dat, eigenlijk bepaal je hier de navigatie van een website. Hè. Hier zit bijvoorbeeld de footer. Maar je kan dat op verschillende manieren opdelen. En we hebben dat besproken in een workshop. Een volgend stuk, en dat is typisch UX, ook een workshop, was dat, ik had dat voorbereid, was wireframing. Dus hier is de inhoud die op pagina's zal staan. Je kan, daar zijn specifieke programma's voor. Ik had dat nu op een Miro-board gedaan, daar samen aan te kunnen werken. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar je ziet, homepage dit, dat, en producten, en nieuws, en social, en wat weet ik allemaal. Dus het is een vrij grote site. Hier is de contactpagina enzovoort. Hier zijn producten met filters. Dus dat is, we hebben dat in een workshop gedaan. Heel handig. Iedereen werkt samen. Iedereen staat op dezelfde lijn. Vertrokken van deze, dat informatieschema heb ik die verschillende pagina's gemaakt. En hier nog een andere. Dat is eigenlijk nog wel een interessante. Om te tonen van de complexe flow visualiseren. Het ging over... offertes naar klanten en wat de interne processen daarvoor zijn, van aanbrengen tot betaling, tot producten leveren, tot het sluiten ervan. Het is een complexe flow met heel veel software-interactie, de groene interactie met de klant. En iedereen snapt dat wel als je dat zo zegt, maar toch, als je dat dan concreet ziet, dan is dat echt veel duidelijker. En dan kan je ook kiezen van bijvoorbeeld, op dit kleine stuk willen we bijvoorbeeld een nieuw stuk software, of we willen hier iets uitwerken, of we zien hier een probleem. En het feit dat je een overzicht hebt, laat je toe om veel gerichter te werken. En het is voor iedereen veel duidelijker. We hebben heel duidelijk gemerkt, zo waren er eigenlijk, het was een heel groot traject, en we hebben 5 van deze workshops, van deze flows gedaan. En eigenlijk, telkens als er iemand nieuw bij komt, moest hij volledig zich opnieuw inwerken. We hebben dat duidelijk gemerkt. En deze flows hielpen daar heel hard bij om het visueel te maken. Dus een kleine schets over workshops. Hoe werken deze workshops? Er is een moderator die de workshop begeleidt. Die het proces een beetje voorbereidt en de inhoud een beetje voorbereidt, die er op de juiste weg zet. Belangrijk is ook dat je de juiste stakeholders betrekt. Dat je verschillende profielen van op verschillende niveaus betrekt. Je bent eigenlijk meer met verschillende profielen dan met meerdere profielen die hetzelfde doen. Dus als je allemaal C-level management uitnodigt, daar heb je minder aan dan dat je bijvoorbeeld de CEO en dan kader. Stel dat je een product maakt voor een fabriek en iemand uit kaderniveau, een ingenieur die het gaat ontwikkelen en zeker ook iemand van de werkvloer die het gaat gebruiken. Dat je eigenlijk het brede scala van de kennis, involved, dat mensen die het gaan gebruiken, gaan andere input geven dan iemand die de visie van het bedrijf meedraagt. En je moet die allemaal hebben. Anders loop je het risico, stel je een product ontwikkelt, dat het management het geweldig vindt, maar dan ga je het op de werkvloer tonen en dan zeggen de mensen, maar dit is niet wat we nodig hebben. Dus hoe breder dat je stakeholders kunt inviteren, ook niet te veel mensen, maar gewoon, ik bedoel, een brede selectie,
Dat is eigenlijk veel interessanter. En hoe werkt het? Ik zal nu terug naar deze gaan, dat zegt het wat duidelijker. Iedereen maakt post-its over een bepaald onderwerp. De taak wordt omschreven, mensen maken post-its en die worden dan op een canvas of ja, mirrorboard, dat maakt eigenlijk niet uit, dat is hetzelfde principe, gekleefd, worden gegroepeerd. Je zal zien natuurlijk als je iets in taak omschrijft dat veel dingen terugkomen. De evidente dingen gaan mensen meerdere keren opschrijven. Wel, die plak je dan gewoon op elkaar, daar maak je een stapeltje van. Verwante dingen, bijvoorbeeld, kijk hier kan je het zien, die worden bij elkaar gezet, zodat je een beetje structuur krijgt en dan wordt dat besproken. Dat is één. Het principe daarachter heet eigenlijk Together Alone. Mensen werken samen, maar werken eigenlijk ook apart. Dus in stilte worden die post-its voorbereid en worden dan daarna samengezet en besproken. De moderator modereert van, kijk, we plaatsen een post-it wordt bekeken, wat staat erop? Dat wordt dan op een ander gekleefd of gegroepeerd of het is een nieuwe. Wat is daar het voordeel van? Is dat je eigenlijk, in tegenstelling tot een meeting, dat het geen focus is op een discussie, maar een focus op inhoudelijk werken. Ieder idee is... Ja, in principe natuurlijk evenwaardig. Dus het is gelijk van wie dat komt. En als het een goed idee is, zal het opgepikt worden. En het is niet degene die de luidste stem heeft, of het meeste beslissingsrecht, of de beste sales skills. Dat zal iedereen wel herkenbaar zijn. Wiens idee het haalt. Nee, het is, dat is het idee dat ze het beste idee het haalt. En daarin is, het kan soms wat raar zijn, want je bent gewoon om dingen te argumenteren. Bij een workshop moet je wel het proces vertrouwen. Trust the process, zeggen wij. Dus creativiteit is niet nodig, het helpt wel, maar het is niet vereist. Het proces zorgt ervoor, als je het juiste proces kiest en juiste workshop kiest, dat je eigenlijk wel een resultaat zal halen. Het gebruikt ook het principe van de 4C's of de Double Diamonds, die jullie misschien al gehoord hebben. Hè. Eerst ga je collect, ga je heel veel informatie verzamelen, waarvan je een stuk kiest, dat is dan choose. En dan de tweede diamant, daar, je hebt een probleem gekozen, als je uitwerkt, dan ga je weer create, veel oplossingen maken, waarvan dat je commit om één uit te voeren. Dus dat is het principe. En dan gaan we naar de posters. Kijk, de eerste is de meest algemene, de brainwriting canvas. Ja, Generate ID staat er. En die is, dat lijkt heel onnozel van ja, je hebt een leeg blad, ik kan daar post-its op kleven, maar dat is eigenlijk wel een hele krachtige. Hè. Volgens het workshopprincipe beschrijf je een taak, je laat iedereen post-its schrijven en dan begin je die te verzamelen. Dus je geeft die 5 of 10 minuten al naar gelang. Je kan ook verschillende papieren hebben, verschillende rondes. Dan begin je te verzamelen van, ah, kijk, een idee, dat zetten we erbij. En nog een idee, een nieuw idee. Ah, een verwant idee, dat groeperen we. Of is het eenzelfde idee, dan plaatsen we dat hier op elkaar. Dus dat werkt eigenlijk. En zo krijg je een structuur van ideeën. Waar dat je dan, door dat visuele overzicht, ga je patronen zien. Ga je zien van, ah, ja, kijk, misschien moeten we het hierover hebben. En wat een krachtig werkmiddel ook is stemmen. Stel dat je een hele hoop post-its hebt, dan kan je stemmen. Hè, zo die rode bolletjes in Miro. Maar je hebt ook bij post-its kun je ook van die papiertjes met bolletjes kopen en geeft er iedereen 3 of 5. En dan begint ze te stemmen van, kijk, dit vind ik een goed idee. Of dit vind ik een goed idee. Oei, deze nemen. Voilà. En wat gebeurt er dan als je met een aantal bent? Op duur krijg je dan een soort heatmap, noemen wij dat. Waar je ziet van aan deze en deze zijn de ideeën of de problemen of wat dan ook, waar het meeste aandacht wordt aan besteed. En bij een workshop heb je meestal één beslisser die beslissingsrecht heeft. Dat zal meestal het hoogste niveau zijn. Die dan ook kiest van wat gaan we ermee doen. En die kan dan kiezen van wat willen we uitwerken. Maar het geeft voor die persoon wel een aanduiding van kijk, dit vindt iedereen het belangrijkst. En door dat workshopprincipe van gelijkwaardige ideeën geeft dat eigenlijk wel heel goede resultaten. Dus dat is nu eigenlijk de meest algemene, maar die wel heel mooi het proces van workshop toont. De elevator pitch is denk ik de meeste wel bekend. Het idee van ik sta in een lift en ik verkoop mezelf of een product in de tijd dat de lift in beweging is, vandaar de naam elevator pitch. Waarom is dat belangrijk om een idee of een product of een oplossing in 1 of 2 minuten te kunnen verkopen? Dat is omdat een idee moet je heel helder kunnen uitleggen om iemand te overtuigen. Om het simpele feit al dat mensen snel hun aandacht kwijt zijn en dat je ze moet geprikkeld houden. Maar ook
Het helder idee gaat, een helder idee overtuigt veel meer. Hè? Een compact helder idee. Dus daarvoor kan dit helpen. Bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Ik zal een klein beetje inzoomen. Een elevator pitch voorbeeld van een UX-app. Ik heb hier een fictieve UX-app waarmee je een foto kan trekken en die dan zegt van, ah, dat is een UX-probleem en dat moet je ervoor doen. Gewoon, ik heb een paar dingen die terugkomen om het systeem uit te leggen. Hè. What is the problem? How did you discover this? Bijvoorbeeld, clients spot UX-problems, maar ze weten niet wat dat ze moeten doen. En ze hebben zelf geen UX-designer omdat die te duur is. Wat kunnen we dan doen met onze UX-app? UX-problems are like a bug that get a ticket. And the solution is dat UX-app trek je een foto en geeft een oplossing of geeft een UX-profiel van een designer die je kan gebruiken voor je vraag. Advantages, professional UX without having a full-time UXer, only when you need it, lower, higher speed, lower cost. Voilà. Met als resultaat, waar kun je een zin samenstellen? Our products help companies om dit te doen, buy dit en dat en eventueel een catchline. Dus dit, deze aanzet helpt je om ja, je verhaal zodanig compact te maken dat je het in een minuut kan samenbrengen. Het is dus niet de meest samenwerkende, ik bedoel, het is heel gericht, het is zeer gericht maar als idee, maar het kan wel krachtig zijn. Een tweede, trouwens, als iemand een vraag heeft, onderbreek mij, anders blijf ik gaan, zo ben ik. Een tweede is een napkin sketch canvas, dat is een complexe zin. Waarvoor kan je dit gebruiken? Je kan het hier eigenlijk al een beetje zien. Het vertelt een soort verhaaltje, alleen dat hoeft niet met zulke tekeningen, je kan dat met schetsen natuurlijk ook doen. Ik heb hier een voorbeeld van. En het voordeel ook hiervan, hetzelfde als post-its, zeg je nu van die een derde is niet goed, hup, weg, ik steek er, ik maak tekenen nieuwe, of de volgorde aanpassen, eentje tussen en zo, dat is heel, heel krachtig om snel dingen aan te passen. En dat heb je hier eigenlijk ook. Waarom is dat handig? Omdat mensen altijd het concrete boven het abstracte verkiezen. Een complex idee uitleggen is niet gemakkelijk. Hè. Weer die alignering van iedereen dat je het over hetzelfde hebt. Bijvoorbeeld een journey, er is hier een verhaaltje, zonder ze niet doorgaan. Dat uitleggen, ja, je kan dat wel, maar dan om echt helemaal juist te zetten, dat is iets moeilijk. En daar kan die napkin sketch bij helpen. Het is een soort storyboard, stap voor stap uitgelegd en je geeft context en je kan comments bijschrijven. Bijvoorbeeld, ik heb hier een hardline app. Ja, ik heb deze online opgezocht om te kunnen opknippen en gebruiken. Een hardline app is een app die je toelaat als er iemand, je merkt een depressieve persoon op in je omgeving en je gebruikt de hardline app om je te herinneren dat je hem af en toe moet bellen om hem te blijven steunen. Dus voorbeeld, je hebt een depressieve persoon, die depressie is opgemerkt, de hardline app is gebruikt, die persoon verwittigt ook vrienden, dat is daarop voorzien dat dat makkelijk is. En oké, het wordt geïnstalleerd en dan regelmatig, de app verdeelt het aantal personen over de tijd, regelmatig word je herinnerd van je moet die persoon bellen, en je belt die dan en zo krijgt hij eigenlijk regelmatig bevestiging van, kijk, de mensen geven om mij en ik heb een netwerk enzovoort en kan die sneller genezen. Dus ja, waarover gaat het hier? Je hebt hier een flow, een storyboard en weer, je hebt het overzicht, dus je kan kiezen van, we zitten misschien nog met een probleem in deze fase, want dat werkt niet goed. En of we willen bijvoorbeeld dit uitwerken of we willen hier iets uitbreiden. Plus, dat aspect, het overzicht, plus de alignering, dat iedereen duidelijk weet van, we hebben het over hetzelfde. Een product vision board is eigenlijk verwant aan een value proposition canvas voor degenen die daarmee vertrouwd zijn. Dus een schematische, een vierkant en een cirkel van een product versus de gebruiker. Maar dit is iets meer gericht op innovatie. Waarom zou je het gebruiken? Als je een nieuw product ontwikkelt, is de visie eigenlijk heel belangrijk voor het product om te slagen. Iedereen moet een duidelijk zicht hebben op de visie. Het is een gemeenschappelijk doel waar iedereen naar streeft. En als dat niet juist bepaald is, dan beginnen mensen in verschillende richtingen te trekken en heb je eigenlijk een veel kleinere kans dat je het doel haalt. Dus visie omschrijven is zeer belangrijk. Het is iets abstract, het is iets moeilijk en daar kan dit bord bij helpen. Hier definiëren we bijvoorbeeld de visie mee. Terug de UX-app. Ik zal nog eens inzoomen.
Wat is de visie? We willen UX for everybody, we willen automatiseren en toegankelijk en betaalbaar maken. Target groups zijn bijvoorbeeld de beslissende mensen van een product, managers en owners, voor kleine en mid-sized enterprises, want de grote die hebben hun eigen UX'ers. Niets kunnen zijn, bijvoorbeeld, er zijn UX-problems, we willen daar tickets van maken en oplossingen aanbieden. En dan het product, dat moet het sterkste punt zijn hier natuurlijk. We maken foto's, die maken daar tickets van, die geven suggesties, courses en suggereren profielen. En we hebben ook technische integratie met die verschillende platformen, bijvoorbeeld hier en dergelijke. En je hebt een canvas waarop je kan tekenen enzovoort. Allee, het is allemaal uitgevonden, maar jullie snappen denk ik het idee. En business goals, ik heb een subscription fee, mensen moeten betalen. Wij laten ons sponsoren en als we een UX'er aanleveren, dan moet er ook voor betaald worden. Okay, dat is de visie en dan kan je daarop weer het overzicht kan je zien van ja, ik ben hier niet mee eens of ik wil dit verder uitwerken of iedereen aligneren. Dus dat is eigenlijk het krachtige van het product vision board. Een context map canvas, dat is ook een leuke. Dient om het bredere context te begrijpen van iets, van een product, een dienst, een bedrijf. Waarom zou, allee, wat zijn de invloeden, intern en extern? Interne kan je aan doen, de externe meestal niet. Dus, waarom zou je dat gebruiken? Ook als je innoveert moet je zien wat de gevaren zijn en wat de mogelijkheden en de gevaren zijn. Dus je bent bezig met je product, maar je schetst het bredere kader om te zien van hoe haalbaar is het of waar moet ik op letten. Dat is één ding, innovatie. Een tweede is, als iedereen heel hard bezig is met te focussen op een product, zou je soms vergeten om het bredere plaatje te zien. Hè, dat totdat je voor voldongen feiten wordt gesteld. Dus zo'n bord kan ook helpen om terug een stap terug te zetten en breder te kijken. Ik heb hier bijvoorbeeld Tesla genomen. Hè, daar kan iedereen zich mee identificeren natuurlijk met die situatie. Een beetje inzoomen, wat is het contextmap van Tesla? Er zijn wetten en regelgevingen, bijvoorbeeld, ja, er zijn subsidies voor elektrische auto's. Er is de wetgeving dat elektrische auto's verplicht gaan zijn met 2035. Auto's worden eigenlijk ontmoedigd in steden. Regelgeving voor CO2. Economy and environment, climate change speelt. Er is ook meer competitie op het gebied van elektrische auto's. Wat zijn de concurrenten, sorry. Dat zijn hier klassieke merken die inzetten, maar er zijn ook nieuwe bijvoorbeeld. Maar ook public transport, carsharing, bestaande dieselauto's, grote competitie. Uncertainties, wat gaat wetgeving doen? Wat gaat er met fossil fuels gebeuren als die plots heel fel dalen in prijs? Heeft dat een invloed bijvoorbeeld? Customer needs, ja, wat waarvoor koopt een klant ons product, voor design, voor status, voor veiligheid ook, comfort is belangrijk en sustainability. Technology trends, wat zijn er voor invloeden? Nieuwe brandstoffen, hydrogen en dergelijke, batterijtechnologie, data en artificial intelligence, dat speelt allemaal mee, zelfrijdende auto's en dergelijke. En dan demographic trends, car ownership is aan het minderen, want mensen zetten in op carsharing voor een deel, zeker als ze zo duur zijn en minder gebruikt worden. Traffic deaths, de veiligheid, electric driving zit in de lift en dan urbanization, de meer de steden en de kleinere verplaatsingen. Dus de bredere context van iets, waarbij dat je ja, dan kan zien van oké, we hebben bijvoorbeeld een risico bij die legislation, is een heel groot risico, oké, wat gaan we daarmee doen? Dus dan kan je behalve de grotere visie ook beter inzoomen op elementen. Ik ging er hier twee uitwerken, maar ik zie dat ik niet zo heel veel tijd heb, dus misschien moet ik daar toch iets sneller doorgaan dan. Even de voorbereiding. Nou, how-wow canvas, dat is een hele leuke. Dus je hebt twee assen, de originaliteit van een idee. Versus ja, een origineel, een heel gewoon, voorspelbaar versus een origineel. En dan de moeilijkheid van implementatie. Iets dat eenvoudig te implementeren is versus iets dat heel moeilijk te implementeren is. Wat zijn die onderste die eenvoudig zijn? Dat is het low hanging fruit, zoals we zeggen. En deze kosten veel meer moeite. Stel dat we een e-commerce kledingwinkel hebben.
Wat zijn eenvoudige bijvoorbeeld? Ja, security logo's at checkout. Dat is van die slotjes van je kunt hier veilig shoppen. Dat wordt altijd gedaan. Dat geeft een, dat is eigenlijk een vereiste voor mensen die verwachten dat. Dat is heel eenvoudig. Facebook login. Dat je als klant kan een account maken. Dat is ook een vrij gemakkelijke. Of bijvoorbeeld, we willen onze analytics, onze metrics meer gebruiken om te zien waar dat de problemen zijn. Dat zijn allemaal zeer courante dingen die ook relatief eenvoudig zijn. Origineel kan zijn, bijvoorbeeld, we doen holiday specials, we doen specials voor ja, Black Friday, doen we, ik weet niet wat, materiëlen of kerstmis, of we geven een live chat support als er problemen zijn, dat is iets origineler, of bijvoorbeeld live styling advice over webcam, dat mensen zeggen van nee, liever dit niet dat, dat is al origineel, maar dat is ook direct duurder. Hè? En hier om een extreem voorbeeldje te hebben, stel dat we onze eigen cryptocurrency willen maken, dat is eigenlijk ondoenbaar, maar het zou wel heel origineel zijn. Nu, impossible to implement en een gewoon idee is al helemaal de moeite niet waard. Stel dat je zo zegt van we willen al onze kleren zelf maken, dat is doenbaar. Er zijn ja, bedrijven genoeg. Maar voor ons als e-commerce klerenwinkel is dat niet realistisch. Wat zou je wel kunnen doen natuurlijk, is zeggen van ik maak ja, sommige maak een aantal dingen, bijvoorbeeld onze eigen t-shirts of zo. Dat is al veel doenbaarder op kleine schaal. Dan komt die al, dat is al normaler, maar dan komt die al meer naar beneden van idee. Van de haalbaarheid. Innovation Focus Canvas. Waarom zou je die gebruiken? Ik heb hier weer Tesla gebruikt. Om je innovatie te definiëren, kan je doen van wat gaan we doen? Of om je team te aligneren op innovatie. Hè? Om te zien van doen we de juiste dingen. En je kan er ook ideeën mee kiezen die je wil uitwerken. Je hebt 5 vragen. Hè? Waarom doen we het? Voor wie doen we het? Wat gaan we doen? Waar is het beschikbaar, when en which, wat zijn de criteria die het moeten, die product moeten halen. Waarom? We willen elektrische auto's maken die even goed zijn als gewone verbrandingsmotors. We willen de markt verstoren en disrupt, innovatief. We willen climate change aanpakken. Kijk, deze staan gegroepeerd, want die horen bij elkaar. Sustainable clean energy en we moeten scalable zijn. Voor wie is het? Early adopters natuurlijk, want we hebben een technologisch product. Personen die bezig zijn met milieu, maar ook de upper en middle class, want het is een luxe product. In marketingtermen, aspirers, succeeders, explorers en reformers. En we werken met een non-targeted approach, wat wil zeggen dat we richten ons niet enkel op bijvoorbeeld kapitaalkrachtige mensen. Nee, voor iedereen kan een Tesla kopen. Het is gewoon heel erg duur natuurlijk, maar bon, dat is ook deel van de aantrekking voor iedereen. Dus de marketing is op iedereen gericht. Wat bieden we aan? Auto's, batterijen, maar ook bijvoorbeeld energy-related oplossingen. Daar zijn ze mee bezig. Zonnepanelen, ze hebben batterijcentrales al in Australië gezet en zo. Waar? De gewone producten wereldwijd. We hebben een dealernetwerk. We kunnen ook online. When is hier minder van toepassing? Want ja, dat is nu al het geval. Dus er zit niet echt een tijdsmoment op. Als je op een enkel product zou kunnen focussen, bijvoorbeeld de Cybertruck, zou je wel kunnen zeggen de when. En dan which criteria? Het is reliable, sustainable, high tech. Kijk, ik heb hier 2 op elkaar gezet die hetzelfde zijn. En dan attractive, want je verkoopt een luxe product natuurlijk. Voilà. En dan de laatste, dat is ook een leuke. Customer Journey Canvas. Stel dat we een online do-it-yourself furniture shop à la IKEA, maar dan kleiner zijn. Waarvoor kunnen we dit gebruiken? Dit toont een aantal fases in de aankoop. Het is heel vergelijkbaar voor degenen die met sales vertrouwd zijn met de sales funnel, maar de sales funnel stopt bij purchase en hier hebben we eigenlijk nog het stuk daarna in de beleving. Dit visualiseert een user of een customer journey. En dat weer, dat maakt een abstract proces zichtbaar. En het toont de, ja, de positieve of de negatieve ervaring van de klant. De key moments en de mogelijkheden, de pijnpunten waar je op kan werken. Dan kan je selecteren wat je wilt doen. Bijvoorbeeld een meubelwinkel, sorry. Je hebt actions en needs. Een action is bijvoorbeeld ik wil meubels omdat ik ze, of als ik hoop dat ik ze mooi vind, versus mijn stoel is kapot en ik heb een nieuwe nodig. Dat zijn 2 verschillende. Awareness, hoe komen de mensen onze meubels, hoe leren ze kennen? We doen social media ads, mensen vinden die leuk, want die zijn mooi gemaakt.
Mailings is wat meer zo, want ja, we krijgen veel mails. En zeker interior magazines zijn heel positief. Hè. Hier de happy face, want dat zijn mooie foto's en die komen daar heel goed in uit. Dan, als je evalueert, wil je weten van, gaat het passen in mijn interieur? Je wil ook, de need is ook, ik wil weten wat dat de price and quality is. En we hebben daar een VR-app voor, dus je kan je zetel in je ruimte zien of je kast. En dat geeft een heel goede ervaring, ook als er gekocht wordt. We hebben een goede e-commerce site, als er promoties zijn, superleuke ervaring, mensen zijn blij. Dat is altijd allemaal positief tot nu toe. En we hebben een vlotte purchase, een bankcontact, easy payment, delivery is gewoon thuis, dat is allemaal positief. Als de installatie vlot gaat, is dat positief ook te zien. Maar stel dat er installatieproblemen zijn, hè, of er zijn problemen met kwaliteit, er is iets beschadigd bij delivery, of ik wil het teruggeven, dat zijn dan al minder, dat zijn al negatieve ervaringen. Dus je ziet hier de flow die naar beneden gaat. We hebben een need op dat moment van, we hebben questions, we willen ook returns, hoe gaan we dat oplossen? Dus wat zou je kunnen doen? Als er problemen zijn met installatie, dat je bijvoorbeeld video's aanbiedt van hoe, ja, hoe installeer je iets? Of je biedt live help aan waar mensen kunnen vragen stellen. Hetzelfde bij kwaliteitsproblemen, delivery problemen. Ik bedoel beschadigingen. Live help, alleen een Coolblue en dergelijke heeft dat ook. Je kan die gewoon bellen en we bieden heel easy returns aan. En zo zie je dat we van iets negatief toch weer iets positief maken. Dus door dat canvas te tekenen, zagen van oké, we hebben hier, hoe je daar zit een gevaar. En dan kunnen we kiezen van hierop te focussen, bijvoorbeeld. Voilà, dat zijn de 8 canvassen. In het snel uitgelegd waarvoor je ze kan gebruiken. Wij kunnen natuurlijk, om mezelf even te verkopen, wij kunnen je daar, dankjewel, zeker bij helpen. Deze canvassen op zich, grotere workshops, dus dat is wat wij doen bij Initium Real Dolmen. Dus daar mag je ons zeker voor contacteren.